In de vorige video heb ik twee nieuwe gebouwen toegevoegd, met een foodshop, kantoorruimtes en een iron farm. In deze aflevering maken we een jetpack, herstellen we de workshop en maken we de eerste trein. Sinds de vorige aflevering heb ik redelijk wat staan rondduipen en heeft de iron farm zo'n 7000 iron nuggets gemaakt. Not bad, I would say. Het interieur van dit gebouw heb ik niet aan verder gedaan. Ook heb ik farm leaks. Heel leuk. Ik heb al proberen iets anders te plaatsen, maar blijkbaar werkt het niet. Met tijd gaan we dit interieur wel afkrijgen hoor. Zeker weten hoor. Maar goed, ik wil een jetpack. Omdat het mogelijk makkelijk gaat zijn voor hogere gebouwen of structures te maken. Omdat ik dan gewoon kan zweven in plaats van iedere keer naar boven te bouwen. Want dat is best frustrerend. En er zijn drie soorten. Copper, andesite en brass. Natuurlijk ga ik brass maken. Die heeft wel lava en water nodig. En dat kan ik maken met een mechanical crafter. Die heb ik daarin staan. Ik heb wel eerst de items nodig. 6 brass ingots. 3 cogwheels. 2 encased fans. En gelukkig heb ik van alles een beetje liggen. En de side alloy. En dan het enige die ik ga moeten maken is de... Wat is dit? De steam engine. Wat is dit voor een gecompliceerd ding? Oh ja, best simpel eigenlijk. Dus normaal gezien moet ik de brass sheet hier gewoon opleggen. En een kleine cogwheel geven. Dat is de filter. Ja, hallo. Kleine cogwheel, grote cogwheel, propeller en de side alloy. En dit herhalen we nog twee keer. Yes! Easy as that. Dat was best simpel. Heb je dat voor nog iets nodig? Portable drill. Kan handig zijn. Het is hier best luid, dus dit gaan we even zachter zetten. Welke setting is het? Waarom is het friendly creatures? Wat? De steam engine. 3 cogwheels. Brass sheets. Wait, ik ben nu al verkeerd bezig. Nice. De brass sheets moeten hier. En dan 2 fans. Dan gewoon een jumpstart geven. Huh? Ik ben de andesite alloy vergeten. Well done. Well done to me. Dit wordt hem. Yes. Goed, probleem nu. Ik heb fuel en water nodig. Daarvoor heb ik fluid tanks en sturdy sheet nodig. En copper en fluid tanks. Dat is eigenlijk simpel. Voor het water toch? Ik ga er 5 maken van elk en de large versie. Nu, iets meer annoying is de fuel tank, want daarvoor gebruik ik sturdy sheet. Ik heb er nog 34 van het spookhuis die ik over had. En ik heb nog 55 powdered obsidian. Dat is een bye-bye lava bucket. En we mogen ze weer 1 voor 1 onder de press steken. Ai, 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 ai. En dan eindelijk de laatste fluid tank. Oeh. Voor die filling tanks nu te vullen, moet ik naar een source blok gaan. En manueel allemaal vullen. Wat een echte draak is. Want er kan tot 3200 in. Ja. En lava is een groot probleem. Want daarvoor moet ik lava lakes leegpompen voor dit allemaal te vullen. En daar doen wij niet aan mee. Daarvoor komen we dus naar het steamgebouw waar ik hier nog een corner vrij heb voor iets te maken. Ook heb ik al dit punt waar ik power kan van halen, want dat heb ik nodig. Wat ik ook nodig heb is lava, maar dit gaat volgens mij niet genoeg zijn. Dus daarvoor ga ik een paar extra lava tanks maken als storage. En hierachter het bouw ziet er de perfecte plaats uit daarvoor. De tank gaat op een paar girders staan en ik ga er 2 maken. Deze hoogte ziet er goed uit. De lava moet ingepompt worden via hier, denk ik. Ja, ik ga hem via hier connecten aan de fluid pipe hier. Nee, niet daar. Hier. Ja. Perfect. En het ziet er al uit dat het werkt. Ja, ja, het is aan het opvullen. Prachtig. Ik denk dat de lava hier binnenkomt. Dus we gaan hier al een fluid pipe plaatsen. En dit moeten we connecteren met de fluid tank. Dus misschien als ik hem van hier plaats, kan dit er wel goed uitzien. En ik moet hier ook een mechanical pump aan hangen. En dit moet ik dan poweren. Huh. Ik heb al een begin. Ik weet niet wat ik ervan vind eigenlijk. Die brackets, wat vind ik ervan? Weet je wat? Ik ga eens proberen en dan kom ik zo bij jullie terug. Ja, ja, ik heb een heel stuk verder gedaan. En daarvoor gaan we via hier doorkomen. En zoals je kan zien, heb ik een pad gemaakt met een fence waar mogelijk weer afval kan staan. De fluid tanks staan stevig vast op steen met de girders. Een pad van route dirt, coarse dirt en pathblocks. De muur ziet er ook wel best nice uit met bijvoorbeeld het waterwiel, blast furnace, etc. Maar goed, we gaan verder doen.
Dat design zorgt ervoor dat de lava wordt overgepompt van hier naar hier. En dan van hier gaat het door deze pomp en komt het hier naar binnen. En dan kan ik dit met de filling tank vullen. Oh, ik vlieg, maar ik weet niet hoe dat ik moet hoeveren. Ah, space while sneaking. En ik moet dat ingedrukt houden, dat wist ik dus ook niet. Maar dit gaat wel handig zijn als ik hoge bouwen wil decoreren of verschillende bloks toevoegen. Ik heb ondertussen de bloks verzameld die ik zal nodig hebben voor de auto-refueler van de fueling tank voor lava en water. Degene voor lava komt hier beneden en degene voor water ga ik hier bovenop plaatsen. Dit zijn zo goed als de items die ik zal nodig hebben voor de machines. Hier heb ik water bij en de andere zijn de items voor de lava farm. Het gaat ook makkelijk zijn als ik deze omdraai, zodat ik dit makkelijker kan maken hier. En we beginnen met een observer die zo staat en dit detecteert de lava. Redstone laten we zo lopen. Deze paal moet weg. Casings, redstone. Meer casings, meer redstone. Casing. Hier gebruik ik een frame slab, ook met een casing. Twee pulse extenders, de ene op 20 ticks, de andere op 22 ticks. Ik heb het andere item ook nodig. En dat zijn twee funnels. Twee? Ja. Nee? Ja. Nee? Ik weet het niet meer. Het blijken dus twee funnels te zijn, dus die. Waarom staat er hier een lama op? Hier komt een barrel met een hopper erin. De deployer plaatsen we hier en dit is de juiste richting. Hier komt de powered latch. Oftewel, kies je voor een redstone blok hier. Ik gebruik een andesite casing met een lever die activated is. Hier detecteert hij de lava en dat geeft een signaal aan de redstone. Maar het moet 20 ticks duren tegen dat de funnel gedeactiveerd wordt of zo. En dan gaat de tank van de deployer in deze barrel. Of zoiets. Deze hopper is voor de lege tanks in te plaatsen. Dit is nu puur decoration. Ik ga hier nu een vloer bovenop plaatsen. En hier komt basically exact dezelfde farm, maar het verschil is dat ik met een infinite waterpool kan werken. Dus ik plaats hier een ster en ook hier een ster. En dat ik dat kan waterlokken. Deze hopper vul ik dan. En de deployer vult ze gewoon met water voor mij. En als hij dan vol is, dan plaats hij het in deze barrel. En zoals je kan zien, is hij vol. Ondertussen is de lava aan het vullen in de fuel tank. En gaan wij over naar deel 2, de workshop. Ook het kortste van deze video. Maar dit moet gefixt worden. Zoals ik in vorige episode zei, ik heb geen crushing wheels in dit gebouw. Dus het meest logische die ik kan doen is crushing wheels maken in dit gebouw. Hierboven weet ik nog niet wat ik ga doen, maar hier beneden komen de crushing wheels. Ik heb enkel een paar crushing wheels nodig, gearboxes en misschien shafts, that's it. En ik kan de shaft recht in deze belt steken, dus moet ik al geen power meer voorzien. Hier komt dan de gearbox die ik wel roteer. Oh wauw, en dat draait de juiste kant op. Voor de tweede crushing wheel komt er dan wel een gearbox tussen, voor het de andere richting te laten draaien. En dat is dus basically alles die ik moet doen en ja. Ja, oké, ik ga nog een chute plaatsen en hier beneden nog een chest met een hopper die erin gaat. Wat ik ook nog kan doen is dit een beetje afbakenen, zodat je niet zomaar in een draaiend wiel kan lopen. En ik denk de beste blok daarbij is een copycat panel. Het is best simpel, maar het werkt wel, dus nu even brainstormen wat ik hierboven ga doen. Ja, mensen, ik weet wat ik hier ga maken. En het is eigenlijk best obvious. Aangezien het derde deel de trein maken is, gaan we een kleine machine maken voor train tracks te automaten. Daarvoor heb ik twee deployers, een press nodig. En that's it, basically. Dus hier kan ik een belt plaatsen, die als de tracks klaar zijn, de items in de drawer controllersleeve kunnen plaatsen. Alhoewel heb ik wel nog geen storage voor train tracks. Eerst de twee deployers, dan de press. En nu weer in de juiste richting plaatsen. Allee, hoe draaien deze dingen eigenlijk? Ik snap echt niet hoe dit hier werkt. Wait, moet ik gewoon de onderkant raken? Dat werkt? Oh my god. Al die struggle. En het is zo simpel. En ik kom er opeens op dat ik hier nog een plaats heb in de storage. Dus de train tracks die ik heb, kan ik gewoon daarin plaatsen. Dat is dat issue ook gesolved. Oh, ik ben een genius, man. Ik zie mogelijkheid om dit nog beter te automaten. Hier heb ik de draarcontroller voor mijn kool. En ik kan hier sprue trims plaatsen met draarcontroller slaves. Die dan met smart shoots infeeden in de deployers. Zo moet ik dit nooit aanvullen. Het enige dat ik dan wel moet doen, is hier een drawer plaatsen waar ik dan de stone slabs in moet doen die dan het proces begint. Probleem is, ik heb hier nog één blok en ik heb twee bloks nodig voor de smart route. Kan ik? Jazeker, ik kan dit één blok lager maken. Dus ik kan deze twee hier plaatsen en normaal is dit ook connected met de storage. Ja, het is connected. Oké, perfect. Dat is het beste waarmee ik opkom voor deze belt te poweren. Het is niet perfect,
maar het werkt wel. De belt had ook de correcte richting. En de power van de machine haal ik van hierboven met een cased chain drives en een shaft. Dit stukje van de belt heb ik niet nodig. En in de plaats plaats ik daar een hopper met daarbovenop een draaier. Moment van de waarheid. Kijken als deze machine werkt of niet. Oké, dat is goed. Het werkt. Het werkt. En gaan ze erin? Ja, ze gaan in de funnel. Perfect. Wel gaat het een beetje traag. De snelheid is opgedreven en dat is eigenlijk alles van de workshop. Hierboven heb ik deze machine en dan hier beneden heb ik de crushing wheel. Dus train tracks, doe jullie ding. Ik ga mijn inventory sorten, mijn backpack sorten en dan beginnen we met de trein. Wel ga ik mijn treinspoor iets langer moeten maken, tot ongeveer hier of zo. Ik heb nu zeker genoeg plaats voor de trein te kunnen maken. Het station ga ik hier ongeveer plaatsen en we gaan het hieronder zetten. Voor te beginnen aan de trein gaan we de lijm in onze offhand houden. Als we dat doen, iedere blok die we plaatsen wordt geconnect aan de structure. Create new train. En we plaatsen hier een train casing en krijgen we een bogey. 7 blokken verder plaats ik een tweede bogey. En met alt kunnen we kiezen hoe dat we de axles willen. En ik ga voor een single en dan dat design. Het onderste van de train bestaat voornamelijk uit stacked deep slate en polished deep slate. Deze ruimte heb ik nu over. En die dienen voor flywheels die eruit zien als de wielen van de train. Plaatsen we ook aan de andere kant. 2 stairs van voor als stoppers met een girder in het midden die als support dient voor de treinhul die 6 blokken breed is. Een stair er bovenop als lamphouder, light grey wool plus een smokestack voor grijze smoke te produceren, 2 fluid tanks en een wissel als fluit als hij aankomt bij een station. En dat ziet er al goed uit. Als extra support voor de treinhul plaats ik nog shafts eraan samen met een paar metal brackets. Nu gaan we de cabine maken voor de trein. Hiervoor gebruik ik vertical mangrove planks, omdat het rood een beetje met de stijl van Tarkas gaat. En ook van Seiya, by the way. Train controls, anders kan de trein niet vooruit gaan. En aan de zijkanten copycat panels. Dan raampjes, anders zie je niet waar je naartoe gaat. En we leggen er een dark oak roof bovenop. En dat is basically de trein. Nu, een trein is geen trein zonder wagonnetje met kool en passagierruimtes. Hier plaatsen we nog een train casing. En rondom rond plaatsen we stack deep slate rond het karretje. Aan de voor- en achterzijde plaatsen we ook chutes in dit patroon. 2 mangrove planks vooraan. En dit allemaal vullen we op met kool. En het koolkarretje is afgewerkt en het ziet er best nice uit. We gaan de trein nu nog eens disassemblen. En nu komen nog de passagierstreinen hierachter. Daarvoor beginnen we weer met een treincasing. 8 blokken deep slate ertussen en dan nog een treincasing. We gaan nog 2 blokken verder, aan beide kanten. Boven de wielen plaatsen we nog geen blokken, want dit doen we uit slabs. De hoeken van de cabine zijn uit edge-cut mangrove logs. En voor genoeg plaats te hebben in de cabine gebruiken we copycat panels. Zo hebben we genoeg plaats voor stoeltjes te plaatsen en een middenhang te hebben. En sorry ja, het design komt voornamelijk door Mr. Beardstone. Ik heb er wel mijn eigen blokpalet van gemaakt, maar het zag er gewoon zo goed uit. Wat ik maakte in Creative was wel oké, maar niet wauw. Maar dat terzijde, we gaan verder doen met de build. En wat mij opvalt is dat ik veel te weinig plaats heb, want er moeten nog 2 karren hier achter komen. Maar oké, we gaan eerst deze kar afwerken. En daarvoor beginnen we met het glas toe te voegen. Dat zijn de Arched Black Stained Glass Pillar. Damn. Boven het glas plaatsen we ook een copycat step als detail. En voor de roof beginnen we met een rand ook uit copycat steps, die we opvullen met onze dark oak planks. Dan plaatsen we 3 stairs zo. En de 4e stair plaatsen we de andere richting op. Dan zitten er 4 gewone bloks tussen. En dan herhalen we het proces hier. We herhalen het aan de andere kant. En de bloks die overblijven vullen we gewoon op met bloks. En de eerste passagierscabine is af en dit ziet er al heel nice uit met shaders aan. Maar oké, ik ga offscreen de 2 andere cabines erbij plaatsen en het interieur ervan maken. En dan zie ik jullie zo terug. En de trein is afgewerkt. Het station heb ik iets verplaatst zodat de bestuurder net de cabine binnen kan. Hier het koolkarretje. En dit is de wagon voor de first class. En als we binnen gaan kijken heb je een brass deur met oranje zitjes, een rood tapijt en witte tafeltjes.
Achteraan heb je een opslagruimte waar je je backpack kunt plaatsen, als je dat vertrouwt tenminste. Dat was first class en we hebben dan twee wagonnen met second class. Een andesite deur en grijs. Ja, dat is goedkoper, hè. En voor de rest is eigenlijk alles hetzelfde. Ik had nog wat tijd over en besliste om dit gebied een deel te terraformen. Als de trein uit het station wegrijdt, gaat het nu over naar één spoor wanneer hij de tunnel binnen gaat. Zoals je kan zien aan de aarde die nog aan het veranderen is in gras, heb ik dat wat vlakker gemaakt en de aarde hergebruikt om dit hier ergens op te vullen. Er was hier nog een grote cave, die is helemaal dicht. Zo krijg ik wel misschien een beter beeld hoe ik deze plaats ga benutten. Vooral ik deze aflevering afrond, ga ik nog een klein beetje werken aan dit perron. De muur rond het perron ga ik uit stacked tuff doen. En aan beide kanten maken we het één blok breder. Het is niet veel, maar oké. Er moet ook een weg op het perron komen. Dit is voor het bord, dus ik dacht om hier een trap te plaatsen. En ook aan de andere kant van het bord. En deze extra railing ziet er ook wel goed uit. Goed, ik weet totaal niet wat ik wil doen met deze zitjes, dus ik ga wat gaan proberen. Oké, ik ben best happy hoe dat het eruit ziet. Klein overdakje met zitjes aan beide kanten. En hier komen gewoon een paar open zitjes. Hier plaats ik dan het displayboard, waar erop komt te staan wanneer de volgende trein komt. Dit hadden jullie dus al gezien. Aan de linkerkant heb ik ook wat verder gewerkt. Daar staat nu een klein hutje waar je de trap kan nemen naar beneden. Ik heb letterlijk de tijd genomen voor de trap één blok naar links op te schuiven. Het kwam niet goed uit, oké? Maar goed, dit is alle tijd die ik heb voor deze video. Vond je het nu leuk? Laat het weten door te liken, te commenten en te subscriben. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Goed, bye.